Ja, we staan in de Steenbokstraat bij de Martine van Beek School. En daar is brand uitgebroken rond 2:30, dacht ik. Is die ontdekt door een van de medewerkers van een bewakingsbedrijf die hier kwam controleren. Heeft brand geconstateerd en de brandweer gebeld. De brand is ontstaan in een halletje tussen de sporthal en de rest van de school. Ja, het leek in eerste instantie erop dat het de sporthal ook in brand stond, maar daar stond heel veel rook in de sporthal. Maar uiteindelijk heeft het in die tussenruimte zeg maar gebrand. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Nee. Vanuit de ontstaansruimte zeg maar, is waarschijnlijk de brand doorgelopen, min of meer de spouw in van het gebouw wat daarnaast stond. En dat is altijd heel lastig te blussen in de spouw. Dus daarbij hebben ze een motorkettingzaag gebruikt om ruimte te maken vanaf het dak om zo in de spouw te kunnen spuiten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dat wordt onderzocht door ons team brandonderzoek.